Yay! Dat is kloppend hartje. Wauw. Je bent 12 weken zwanger, klopt dat? Ja, klopt. En waar zit die buikpijn? Kan je dat omschrijven? Ja, best wel hoog. Echt niet zeg maar bij mijn baarmoeder, maar echt gewoon eigenlijk vlak onder mijn BH-bandje, zeg maar. Klinkt in ieder geval niet alsof het met je benen te maken heeft. Dus dat is wel eventjes belangrijk. Ja, want je had ook een beetje gelezen op internet, zeg je, heb je zorg om iets dan? Nou ja, ik las als je buikpijn in je bovenbuik hebt, zeg maar, dat het eventueel met zwangerschapsvergiftiging te maken kan hebben of zo. Nee, maar daarom vraag ik het ook, wat lees je inderdaad? Ja. Want die zwangerschapsvergiftiging, dat is iets waar wij zeker aan denken als iemand buikpijnklachten heeft, maar dat is echt na 20 weken pas. Dus ik ben bij jou helemaal niet bang voor zwangerschapsvergiftiging. Oké, okay, fijne avond. Dankjewel, succes. Dank je. Ja, dit zijn natuurlijk de mindere dingen. Dat je hebt natuurlijk los van dat je... Ja, dan praat ik eigenlijk even voor Myron. Maar Myron voelt zich natuurlijk gewoon anders. Omdat er groeit iets in je. Dus daar kan je je gewoon heel erg anders door voelen. En als je dan zo buikpijn hebt... En ik was vandaag de hele dag weg voor opnames in Amsterdam. Dus ja, daar heb ik de hele dag ben ik hier niet geweest. En dan kan je ook niet zoveel betekenen of doen. En dan nu, dan heb je net gegeten. En dan zeg maar, ja, ik hou het echt niet vol. Ja, dat zijn gewoon minder leuke dingen natuurlijk. En dan ga je zorgen maken. En dan ga je googlen. En dan word je in paniek. En dan ja, bel je even het spoednummer. Ja, maar het is wel gerustgesteld nu. Zeker. Ik hoop dat je gewoon kan slapen vanavond. Ik hoop het ook. Gewoon buikyoga dit. Ja. Uiteindelijk had Myron dus enorme last van brandend maagzuur. We hadden hiervoor Rennies gehaald en toen heeft ze alsnog gelukkig goed kunnen slapen. Daar komt de zwangere vrouw aan. Valt nog mee. Nou, valt nog mee. Het enige wat niet meevalt op dit moment zijn je borsten. Dat klopt. Daar ben ik oprecht. Ik ben sinds het begin denk ik 2 kilo aangekomen nu op dit moment. En ik denk oprecht dat dat volledig mijn borsten zijn. Dat is echt niet normaal. Ik heb echt de tijd van mijn leven, dames en heren. Ja, ik ben gewoon wel een beetje... Ik denk dat elke vrouw dat heeft, wel een beetje bang... dat het daarna nooit meer hetzelfde gaat zijn, zeg maar. En dat schatje, vind ik dan lastig. Je ja, bent zo super knap. Ja, maar dat is je gewoon... bent zo mooi. Serieus. Dank je wel. Nee, even serieus, dames en heren. Wij gaan naar de verloskundige. We gaan voor de 12 weken echo. Super belangrijke echo. Waar we heel erg enthousiast voor zijn... Want we willen meer weten, we willen meer zien. Spannend. Het is ook spannend, hè? Het is ook heel spannend. Dit is wel een beetje de belangrijkste echo, denk ik. Ja. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Dat vind ik fijn. Ja, jij niet dan? Ja, ik ook wel, maar het is toch wel... Ik denk toch dat de vrouw meer in onzekerheid leeft dan de man of zo. Ja, bij mij komen al die onzekerheden door die hormonen en zo natuurlijk ook helemaal vrij. Ja, die bevestiging straks is wel heel fijn. Dat snap ik. Daar gaan we, schatje. Ja. Hallo, good morning. Hebben jullie vragen of dingen vooraf? Hoe accuraat is de datum? Mijn datum? Ik heb gelezen 5% ja, bevalt op de datum van... Dus de datum die we krijgen, zeg maar, die is 5% accuraat? Ja. Eigenlijk ja, kan het vanaf 37 weken tot 42, dus je hebt eigenlijk een range van 5 weken. Ja. Ja. Hey, maar zullen we eerst de echo maken? Ja. En dan gaan we dan de rest... Perfect. Let's go. Liggen. En dat is toch het leukste? Ja. We gaan ervoor. Lekker jelletje. Het is zeker lekker doorgegroeid. Daar zie je weer mooi het hartje kloppen. En het beweegt lekker. Wow, inderdaad. Wat wow, een sprongetje. Dat zie je echt goed, ja. Wow. Voel je dit erg, dit? Nee. Het ziet eruit alsof het best wel wordt gedrukt. Maar ja, dan heb je... dat voel je wel, ja. Maar het is niet pijnlijk of zo. Lekker jelletje. Wow, echt bizar, hè. Je ziet gewoon helemaal bewegen. Kijk die beentjes. Ja, achter nu een handje. Ja. Zwaaien. Kunnen we ook al een hartslag horen? Nee, is nog te vroeg. Oké. Okay. Wanneer kan je dat horen? Kunnen, maar het is nog gevaarlijk in deze termijn. Dus we luisteren liever niet. Vanaf 13 weken mogen we luisteren. Ja, oké. Okay. Dus dit is de arm zo omhoog. En hier de twee benen. Ja, wow. Daar een bovenbeen, daar een bovenbeen. En die voetjes liggen gekruist over elkaar. Maar zoveel beweegt het gewoon. Ja, bijzonder. Dat is echt bijzonder, ja. Dat je dat ja. nog niet voelt, hè? Nee, dat voel je gewoon nog helemaal niet. Wow, dat is echt, echt bijzonder, ja. Het beweegt zo erg. Ja. Vanaf hoeveel weken kan je dat voelen? Bij een eerste is dat vaak rond 20 weken. Soms wel iets eerder, maar dan zijn het wel plopjes. Ah ja. Ja. En je moet het een beetje leren herkennen. Want dan twijfel je soms nog of het je darmen zijn. Ja, precies. Ik vind het wel knap hoor, dat je dit
zo goed kan. Ik vind dat echt een kunst. Dat je precies weet hoe je zo om die baarmoeder heen... Dat is soms vakken. Ja, maar vol. Je bent een soort van DJ eigenlijk, achter de knoppen daar. Dat vind ik wel eens goeie trouwens. Kan ik iets doen? Nou, we gaan proberen. Zet je voeten maar eens neer. Even je billen omhoog. En even shaken. Goed zo. Wat? Oké. Wat gebeurt hier? Helemaal naar mijn hoofd, andere kant. Maar dat is ook de reden waarom je dan als zwangere vrouw geen extreme dingen mag doen, zoals een mega vrije val van een achtbaan of glijbaan. Ja. Dan gaat het te erg met het vruchtwater heen en weer. Klopt. En geef dan de baby een herschudding of zo. Nou ja, zo kun je het eigenlijk wel vergelijken. Je ziet trouwens heel mooi de navelstreng. Oh ja. Wow, inderdaad ja. Ja, zal ik even inzoomen? Inderdaad ja. Wow, dat zie je echt goed zeg. Mooi hè? Mag ik even shaken? We hebben wel een mooie meting. Hou dat toch even op. Wat moet er dan gebeuren? Een inwendig echo even. Echt waar? Ja. Hoe gaat dat dan? Inwendig. Ja, nee, dat snap ik maar. Een echo koppeling. Een soort staat. Nee, oh, met dat ding? Met deze. Ja, het is mijn klein stukje hoor. Zal ik de camera's even uitzetten, schat? Ja. De verloskundige kon geen duidelijke termijn vaststellen, omdat de baby te druk was en de hele tijd verkeerd lag. Daarom moest de verloskundige uiteindelijk inwendig gaan kijken bij Myron en dat was gelukkig een goede oplossing. Ik hoop dat jullie begrijpen dat wij de uiteindelijke uitgerekende datum niet bekend gaan maken. Met als reden dat we niet de stress en druk willen op het moment dat we bijvoorbeeld voorbij de uitgerekende datum zijn. Dat je hier beneden die beentjes ziet. Dat zijn de beentjes, ja. Dit zijn de benen zo kruislinks over elkaar. Ja. Dit is de navelstreng die je ziet en dit is een deel van het buikje. Maar meestal als je je gewoon goed voelt, blijf je echt wel goed voelen hoor. Ja. Dus, fijn. Geniet er lekker van. Dankjewel. Oké, super. Heel erg bedankt. Doei. Zo, lopen we weer naar buiten. Hebben we de echo gehad? We hebben een druktemaker en een eigenwijze. Dat is niet normaal. Het was zo erg aan het draaien de hele tijd. Bizar. Het leeft, het klopt. Het eet. Het plast. Alles. Ja. Dus dat is fantastisch. Ja, is goed om te horen, hè? Heel fijn. Dan gaan we er weer vandoor. Gaan we het even vieren. Ja, dan hebben we nu 12 weken echo gehad. 12 plus 6 was het al. Ja, 12 plus 6. Ja. En dan gaan we nu een afspraak maken voor de 13 en de 20 weken echo. Ja. Tussendoor hebben we 1 november hebben we de geslachtsecho. Hebben we de geslachtsecho en we gaan nog naar de notaris toe. Omdat, stel voor, we zouden nu verder niks regelen en we zouden gewoon de zwangerschap laten gaan. Dan ben ik niet officieel erkend als de echte vader. Klopt. En ik wil natuurlijk wel erkenning krijgen dat ik de vader ben. Tuurlijk. We moeten ook nog kraamzorg regelen. Ook dat nog. Ook nu al. Dat is echt bizar. Moet je nu al nadenken over kraamzorg. Ja, maar nu gaat het echt in één keer heel hard. Ja, denk het ook. Ja. Maar het eerste trimester is gewoon al voorbij, hè? Dat is echt bizar. Een derde zit er nu al op. Ja, bizar. We zijn zo al op 50%. Nou, daar gaan we. Ganzenbord met deze zwangere meid. Het kan heel frustrerend zijn, hè? Soms ben je bijna bij het einde, moet je helemaal... Ja, dat klopt, ja. Dit is even lekker smikkelen. Ganzenbord en... Wat een festijn. En dan is het nu tijd voor de 13 weken echo. En deze 13 weken echo is super belangrijk, want dit is een medische echo waarbij ze onder andere gaan kijken naar de schedel, het hart, de buik, de armen en benen, de wervelkolom, de nekplooi en de placenta. Schatje, kijk wat ik heb gekregen van Milan en Elisabeth. Gisteren. Ja, ze hebben ook nog een cadeautje voor jou. Die kreeg je later, ja. Wat lief. Maar let op. Wow, dat is echt... Wow, wat lief. Dat is echt schattig, man. Dat is mooi, hè? Wow, die is echt lief. Die is gewoon voor 0 maanden. Wat heb jij meegenomen, schatje, als je undercover look? Dan loop ik zo. Maar ik moet zeggen, jij hebt ook wel goed gekleed hoor. Want dit lijkt gewoon een beetje zo'n... Ja, dit is wel echt een beetje een daddy look. Een daddy look? Nee, maar een beetje zo'n avonturier. Zo ben ik nog niet aangesproken. Ja, alsof ik een boswandeling ga maken. Ja, precies. Ik ben klaar voor een boswandeling. En deze trui en dan geen camera in de hand. Dat is ook een belangrijk detail. Daarom filmen we nu alles even met de telefoon. Ja. Ja, en we zijn dus met de auto van Milan. Voordat Marvin en ik naar een echo gaan, gaan we altijd even een moment pakken met z'n tweetjes om gewoon even lekker tot rust te komen. Even lekker te kletsen, zodat we echt met een heerlijk gevoel naar de echo kunnen.
zijn er. Het is tijd. Boah, druk hier. Naar beneden blijven kijken. Nee, het is een medisch centrum, dus we kunnen ook ergens anders voor komen. Het is niet per se dat dit verloskundig is of zo. Let's go dan. Let's go. Het is nog even belangrijk om te zeggen dat de verloskundige het gaat hebben over het of hem als we het over de baby hebben. En dit is gewoon een normale term hoe je de baby benoemt. En op het moment van deze echo wisten wij het geslacht ook nog niet. Hallo. Hallo. Yes. Ja. Hallo. Hallo. Plaats aan bureau. Hoe gaat het met jullie? Goed. Goed. Mooi. Gaan we kijken of die klein het goed maakt. Hè? Ja, zijn benieuwd. Dat is jullie klus in het leven. Ja. Ja. Bijna 14 weken. Is jullie kindje zo groot? Iets groter dan dit is eigenlijk 13 weken. Dit is 13 weken. Dit is 13 weken. Zo hé. Ja, bijzonder hè? Weet je. En die mini nog hè? Ja. Ja. Zo plat. Kijk, daar komt jullie kleine piepootje. Piepootje. Nou, dat was heel fijn om te horen. Oh, dat is echt mooi. Ja, dat is heel bijzonder. Het maakt uit wat er is hoor. Ja. Bovenarm, elleboog, onderarm met twee bordjes. En dan hier het handje. Ja. Ja. De knokkeltjes hier van de vier vingers. En dan zit de duim daar. Dus hij ligt echt zo klaar van. Ja. Klaar om die duim erin te stoppen. Trengrilsje aan bordjes. Ja, schattig. Je ziet zo goed die hartslag ook de hele tijd. Ja, bijzonder hè. Je ziet de bloedstroom in het hart. En dit rode is de vulling in de beide hartkamers, zoals dat hoort. En het hart is zo groot als een korreltje rijst. Of eigenlijk zo klein als een korreltje rijst. Hier is die groeigrafiek. Hier is die te klein, daar te groot. Oh ja. Het hoofdje zit hier een beetje beneden. Het ja. Buikje zit weer tussen de twee lijnen in en het beentje ook, zie je? Dus oh ja. Hij is mooi in proportie, iets een beetje kleiner dan gemiddeld. Hier lag hij nog helemaal weggedraaid, oh ja. Hè? Hoofd, lijfje met de hartslag per minuut. Toen ging hij al wat beter liggen, haalde hem aan profiel. En hier heb je mooi het neusje, hier de kaken, het lijfje. En hier zwaait hij met die hand, hè? Zie je hem hier helemaal liggen. Ja, oei, oei, oei. Dat is niet normaal. Ik moest zo echt... Nou, ik kon wel huilen helemaal. Ja, ik ook. Ik had ook tranen in mijn ogen. Zo, dat was echt niet normaal. Toen ik dat hartje hoorde ja. En dat was zo bijzonder. Echt bijzonder. Echt snel, hè? Klopt. Echt heel snel. Ik heb vanochtend hard gelopen, dus moet nog een beetje bijkomen. Ja, maar hij heeft vanochtend gewoon 5 keer hard gelopen. 5 keer 5 minuten. 5 keer 5 minuten, ja. Ja, bizar. Dat was zo bijzonder. Ik heb hier de echo. En ik heb een USB-stick met alle foto's erop. Ja. Ja, en een filmpje. Misschien kunnen we dan ook nog die hart. Ik weet niet of dat nog terug te luisteren is. Ja, of je dat hoort op die USB. Ze had wel filmpjes gemaakt, zei ze. Wow, zo bijzonder. Echt niet normaal. Echt heel mooi. En alleen maar ook echt complimenten naar die mevrouw hoe ze dat deed. Zo rustig, zorgvuldig, netjes, duidelijk. Klopt, ze was echt lief. Ze was super, super lief. Zo echt. Ja, geduldig inderdaad. En alles zo goed uitgelegd en wat ze ja. Zag. En ze nam een rustige stem mee. En alles wat ze zei waren eigenlijk complimenten. Klopt. Dus alles goed, alles zoals het hoort, alles perfect, alles top. Ja, echt fijn. Nice. Mooiste wat we kunnen horen zeker, tot nu toe. Zeker, ja. Je verwacht ook eigenlijk niet anders, omdat je tot nu toe alleen nog maar goede berichten hebt gehoord. Maar je stelt je van tevoren er toch ook op in dat je wel anders kan horen. Want je wil je ook niet de hele tijd gewoon super gelukkig voelen, terwijl je weet dat het ook nog een andere kant op kan gaan. Oh, dat heb ik niet. Ik voel me alleen maar gelukkig. Ik denk helemaal niet na. Nou, dat is alleen maar goed. Ik probeer ook zo weinig mogelijk na te denken. Want ik ga er ook gewoon wel vanuit dat het goed zit. Maar toch is een klein stemmetje in mijn hoofd zo van... Je weet het nog niet. Hoor. Ja, ik heb nog geen één moment gehad van het kan fout gaan. Ik heb alleen maar het moment in mijn hoofd gehad van... We hebben straks een kind. We hebben straks een kleine. Dat is het enige wat in mijn hoofd ingaat. Voor de rest, nee. Nee, dat is helemaal fijn, toch? Ja, sowieso. Ik zei ook al tegen Enzo, als jij ook veel zou twijfelen... of veel zou denken van, zit het wel goed of zo... dan zou dat op mij ook uitstralen. Het is alleen maar goed dat jij gewoon zeker bent dat alles goed zit of zo. Ik ben zeker van mijn zaak. Ja. Oké, daar zitten we dan. En we hebben hier de USB-stick. En zo heeft hem in zijn hand. En inmiddels, het laatste vlogbeeld wat jullie zagen... toen waren we 14 weken zwanger en nu 20 weken. Dus voor ons is dit alweer 6 weken geleden.
Maar we hebben de USB-stick nog geen één keer geopend. En die gaan we nu voor het eerst openen om te kijken wat er allemaal in zit. Ik zie hier sowieso een mapje met allemaal foto's. Oeh. Het zijn heel erg veel foto's. In totaal 41. Ja, en we moeten jullie wel teleurstellen, want we kunnen helaas foto's niet laten zien, omdat jullie het geslacht nog niet weten. En wij wisten dat hier ook nog niet, maar er zijn een aantal mensen die er een soort van theorie op los kunnen laten en dan kunnen bepalen wat het wordt. En dat willen we toch nog wel even geheim houden. Klopt, dus ik denk dat we deze foto's later even een keertje moeten bekijken. Ja. Alleen hier zie ik een filmpje en die is ook van de Echo. Ja, maar ik hoop dus dat er geluid onder zit. En dan kunnen we het hartje horen. Dan kunnen we alsnog nog een keer naar het hartje luisteren. Oh my god. Ik heb even doorgespoeld en hier op 40 seconden kan je dus de hartslag horen met headset. Doe jij maar als eerst. Oké. Wow. En dat is nu alweer heel erg veranderd, hè? Want hier was het nog heel hoog. Ja, echt bizar, hè? Wow. Wow, dat is echt mooi. Zo fijn om te hebben. Ja, ja, hè? Hier moeten we een beat op maken. Het is echt bijzonder, hè? Echt een hoge hartslag, hè? We hebben dus mensen om ons heen die nu op dit moment ook zwanger zijn of al een kleine hebben van een paar jaar. En die 13 weken echo is dus echt gewoon een nieuw ding. Ja. Dat doen ze dus sinds 2 jaar misschien pas of 3 jaar. Ja, zoiets. Ja, nog helemaal niet lang. Echt. Ja, dus dat is wel heel erg fijn dat wij dat nu kunnen meemaken, die 13 weken echo. En dat we dus nu ook al bij de 13 weken het hartje hebben kunnen horen. Is natuurlijk super waardevol voor ons. Dus het is heel erg mooi om dit ook in ons bezit te hebben op een USB-stick. Ja. En jullie gaan later meer zien. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben. Ja. Wij in ieder geval wel weer. We zitten echt helemaal in onze babybubbel, om het maar even zo te noemen. En ons geluk kan niet op. Het leven is prachtig en we delen het met z'n drietjes nu. Spannend. Heel spannend. En komende vrijdag komt er weer een speciale video online. En dat is de video dat we het aan vrienden en familie gaan vertellen. En daar zijn jullie echt al zo lang op aan het wachten. Dus nog een paar dagen en dan komt die eindelijk online. Klopt, daar heb ik zelf ook heel erg veel zin in. Want wat hebben wij leuke reacties gehad. Ja, dat is echt ongelooflijk. En het was heel magisch om het ook te mogen vertellen aan iedereen van onze vrienden en familie. Klopt. Dus dat is ook heel erg mooi. En dit was hem dan weer. Ja, dit was Babyvlog hem weer. Babyvlog nummer 3. Op naar nummer 4. Yes. En al deze kusjes. Oh ja. Het zijn er heel veel. Sorry daarvoor. We geven heel veel kusjes aan elkaar. Dat is ons ook opgevallen. Maar ik vind dat we nu ook gewoon elke video moeten afsluiten met een kusje. Vind ik ook. Oké. Zie jullie bij een nieuwe babyvlog. Doei. Bye.